Hey, hier is hij dan. Het filmpje van de bevalling van Elsa. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. Laat weer een like achter of een reactie onder de video. Wij hebben nu lekker vakantie. Nou ja, Mila heeft vakantie. Ik moet gewoon werken volgende week. Maar we hebben het weekend lekker samen vrij. Dus wat gaan we doen? Filmavond! Filmavond! Lekker Dora kijken. Maar niet zomaar Dora. Nee. Mama, hoe heet het? Dora and the Lost City of Gold. Nou, veel kijkplezier voor jullie. Goedemorgen, het is donderdag 14 oktober vandaag. En ik werd vannacht wakker geblaft rond 4:30 door Elsa. En Elsa, die wou even vertellen dat ze was begonnen met bevalling. Ze is aan het hijgen, dus stadium 1. Maar goed, bij Sasu ging het ook vrij vlot. Dus ik ben nu alles aan het klaarzetten en voorbereiden. Omdat ook nu de kids straks weer naar school moeten. Dus kunnen we beter vast beginnen. En ze wou me er toch bij hebben, want ze blafte. Goed zo. Man, wat zijn jullie toch vlot allemaal. Ongelooflijk, hé. Goed zo. Je bent nog te vroeg. Ik heb je nog niet in de webcam, schat. Goed zo. Keurig, meid. Goed zo. Goed zo. Keurig. Goed zo. Oh, Black and Tan of? Ja. Nee, Metal and Tan. Ja. Is een thee. Zeg maar dat het een thee is. Zeg je even wat ik moet doen als ja, als ze pest, als ze pest kun je er wel mee uithalen. Dat is een beetje pest. Die andere zat precies zo. Zal ik even met een. Goed zo, lieve god. Ik zit die andere zo met drinken. Dat zeg ik. Dat is toch niet normaal hoe die dat de doet? De helft alweer uit, hè? Ongelooflijk. Jezus. Ongelooflijk. Ach, goed zo. Die liggen ze allemaal in de stuit vandaag. Ja, deze ook. Ach, kom eens schatje toch. Ach, wat gaat het goed met jou. Ach, god, oh god. Ja, zo ben je niet. Ja. Ach, hè. Ha, sorry, ik drukte het verkeerde knopje in, waardoor ik stopte met filmen. Goed zo. Maar hier zie je de volgende punt alweer verschijnen. Nummer 5. Goed zo. Goed zo. Hoe doen ze het nou, hè? Hoe doen ze nou toch? Allemaal nieuwsgierig. Ja. Och, ja, die zijn van Sasoe. Och, kijk dan. Goed zo, lieverd. Ja, goed zo.
dik, hè? Moet je kijken. Goed zo, zo schat. Goed zo. Goed zo. Dat is zo. Goed zo, lieve. Ja. Oh, super. Wat zie je, lieve? Zit wel dit bol wel op, dus. Goed zo. Goed zo. Ja. Merel, of niet? Ja. Goed zo, meisje. Super schattig. Het is een dikkerd, meid. Nou. Je doet het goed, hoor. Nou, super, hè. Hier, schat. Goed zo. Bijna. Nou, dagje. Goed zo. Goed zo. Kijk, beweegt al. Ja, super. Goed zo. Helpt je mee. Wat, hè. Is ook weer stout. Ja. Goed zo, meid. Nee, ik knap het. Nee. Nou, nog een keer doorpersen. Goed zo. Ja. Goed zo. Ja, pootjes voor pootjes. Goed zo. Het zit nog een beetje vast. Het zit nog een beetje vast, hè. Lukt dat? Ik kan het niet zien. Ja, joh, die niet graag. Ja, hij zit al. Jezus. Ook stuit. Ja, grappig. Goed. Ja. Ja, daar zijn ze dan, alle 8 pups van Elsa en Bentley. Jeetje, wat heeft ze het machtig snel gedaan. Tegen alle verwachtingen in voor een eerste bevalling. Heel knap. Elke wee was een perswee en kwam ook meteen een pup. Nou, daar gaat hij. 8 pups achter de rug. Zo snel ging het. Kon de kinderen rustig wegbrengen vanmorgen. En nou is het klaar en haal ik de oudste weer van school. Kwart over 2. Dus zo kan het ook gaan. De vorige keer hadden we toch een vlot begin, maar helaas stagneerde het toen. En nu was het wel super snel. Dus wat dat betreft, heel fijn een keertje. Zo, 9:30 in de avond, iedereen gesetteld. We slapen vannacht beneden, naast de werpkist. Om elke 2 uur even een blik te kunnen werpen om te kijken of het allemaal goed gaat. Achter is natuurlijk best veel. En dan moet ze wel goed gaan voeden. Dus we gaan zien of het gaat lukken. Dat is wel fijn dat in een roedel toch veel van elkaar geaccepteerd wordt. Ook al zijn er wel grenzen. Die geven ze gewoon heel duidelijk aan naar elkaar. Zonder gezeik. Dus dat is heel prettig. Nou, welterusten. Tot morgen. Hier volgt nu een fotocollectie van de bevalling. En daarna sluiten we het af voor deze keer. Volgende week weer een update. Later!